Zijn er nog nieuwe plannen qua uitbreiding van het water voor de toekomst van de gemeente Almelo? Nou ja, geen nieuwe waterwegen of zo, maar we willen wel het Almelo-Noordhangkanaal of een deel daarvan rondom de stad heen bevaarbaar maken voor kleine bootjes. Om op die manier veel meer de verbinding te hebben, ook met woonmilieus. Het zijn allemaal woonwijken die daar nu zitten. En dat je met je bootje feitelijk naar de stad kunt komen om hier straks in het centrum bij een van onze geweldige horeca een hapje te eten. En dan kun je weer lekker terug. Of straks, als het hopelijk weer kan, na corona, dat we hebben een drijvend podium in de havenkom. Dat je daar een concert hebt en dat je s'avonds gewoon lekker met het bootje weer terug kan. Weet je, dat zou fantastisch zijn. En dat staat op de rol. Dus het verhogen van de duikers. In het Almelo-Noordhangkanaal. En de raad is akkoord gegaan, zeg maar, met de financiële ruimte daarvoor. Maar we zijn druk in het met het waterschap om te kijken van hoe kunnen we gezamenlijk dit plan gaan realiseren. En daar zal de raad dan op een later stadium nog een klap op moeten geven. Maar we hebben de beweging erin zitten en dat is hartstikke goed. Nu op dit moment zijn de fossiele brandstoffen, de prijzen daarvan vliegen echt de hoogte in. Die beraming die toen gemaakt, klopt dat nog een beetje? 12 miljoen euro, dat klopt. Het kan zelfs zijn dat er op onderdelen misschien goedkopere oplossingen te realiseren zijn. Dus het was een grove raming. Maar het is goed om te vermelden dat dit geld wat we daaraan kwijt zijn, dat smeren we uit over 40 jaar. En dat levert, net zoals bij een hypotheek, een maand of een jaar last op. Nou, en dat hebben we in onze begroting verwerkt. Maar wordt tegelijkertijd gecompenseerd met een verhoging van de toeristenbelasting en een verhoging van de precariobelasting. Dus feitelijk wordt het geld niet door de Almeloze inwoner opgehoest. Maar door de ondernemers in deze stad die in de horeca actief zijn. En op die manier wordt er weer geïnvesteerd in een aantrekkelijker Almelo. En dat is het beter benutten van het water in deze stad. Almelo naar een volgend niveau tillen met elkaar.